Jawel mensen, jawel, de eerste Weekend League van FIFA 21 en we hebben direct 30-0 weten te behalen. Leuk dat jullie allemaal kijken naar deze video jongens, excuses voor deze drukke intro, maar we hebben er echt heel veel zin in jongens. Goed mensen, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Chardo, e-sporter van Ajax. En we hebben in de eerste Weekend League van FIFA 21 30-0 gehaald. En ga vandaag mijn top 200 rewards openen. We zijn ja, best wel redelijk hoog geëindigd in de top 200. We zijn maar liefst 16e van de wereld geëindigd. Ook gaan we in deze video de Weekend League rewards van Jaime openen. Die heeft uit mijn hoofd gauw 2 gehaald volgens mij. Ja, hopelijk dat we daar ook nog wat uit kunnen pakken. Voordat we sowieso naar al die packs gaan, vergeet niet even te liken en te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet eventjes dat belletje aan te zetten. Verder wil ik ook nog eventjes een klein bedankje doen naar alle mensen die afgelopen weekend aanwezig waren bij de streams. We gingen op een gegeven moment 29-0 live op stream en we hadden volgens mij uit mijn hoofd iets van 850 kijkers. Dus dat is voor mijn doen echt heel erg ziek. Vorig weekend hebben we dus livestreams gedaan van de Weekend League. En aankomend weekend gaan we recaps doen. Laat ook eventjes sowieso in de reacties weten wat jullie heel leuk vinden om te zien. We beginnen dus met de goud 2 rewards van Jaime. En daarna gaan we over naar mijn top 100 rewards jongens. Dit is wel goed. Wat begin je? Gewoon traden op X, waarom niet? Ik klik per ongeluk op kruisje. Ja, dat vind ik heel stom. Ik weet ook helemaal niet wat er gebeurd is. Ik wou vierkantje klikken, maar mijn duim is te dik, dus ik drukte tegelijkertijd op kruisje. Dan gaan we meteen naar de Weekend League rewards. Goud 2. Is prima. Boom. Let op, Rashford. Omo. Oh. Is niet verkeerd, oké. Okay. Werner, Rashford, Kudus of? Depay. Depay. Eén van de vier. Boom. Ja, daar komt hij. Slaap dan. Oké, dit vind ik gewoon leuk. 3, 2, 1. Boom. Door dit wordt helemaal niks. Jawel, jawel. Dit is een walkout. Is een walkout. Walkout. Oh, walkout. Blauw. Oh, het is zo'n... Blauw? Ja, het is een UCL. Spanje. RA. Azpilicueta, waarom is dit een walkout? Omdat het UCL is. Oh, zitten die piepkaarten er weer in? Liefde roempack, liefde roempack. Nou, jij mag het doen, maar ik ga dat niet doen. Why are you running? Het is... Oh mijn god, dit is een walkout. Oh mijn god, dit is ziek. Ik zei het toch. Ik wist het. Oké, ik ga jullie uitleggen. Charles zegt Pogba, maar kijk dit. Party is in alles maar, zeg maar aanvallend ietsjes minder, niet heel veel minder. En dan verdedigend is hij veel beter. Nee, ik zeg Pogba. Maar ik speel 4-2-2-2-2-2-2-2. Oh, oké, dat is... Dan speel met 20 man. Gaan we naar mijn account? Ja, is goed. Well, dit team is niks. Ik hoop zo dat ik in Division Rivals rank 1 heb gehaald. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Hoe kan ik het zien? Vierkantje. Ja! Ik heb ze! Ja! Wat gaan we doen? Gaan we 80k doen? 1 mega pack en ultimate pack of untradeable? Untradeable sowieso niet. Jij hebt bijna niks in je team wat je kan verbeteren aan één speler. Heel eerlijk, hoe groot is de kans dat je iets ziek spekt? Groot. Oké, dan gaan we steen op je schouder doen. Ik zeg untradeable, jij tradable. Ik win toch altijd. 1. Nee, het staat, ik heb gewonnen. We gaan voor untradeable. Gewoon dan, puur voor de content. En dan ga je zien dat je uit je eerste pack al iets goeds krijgt. Eigenlijk moet hij wat meer zo staan, hè? Zo. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We pakken een icon. Het is een walkout. Oh mijn god, het is een walkout. Oh, oh blauw. Ongelooflijk. Mané. 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 Ja, 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 ja. Wat ziek. Wat? Maar nu is hij een tradable. Ik heb Mané in mijn team. Ja, maar is die tradable die andere? Ja. Oh, oké. Lekker. Yes. Mané. Oh, wat ziek. En dan krijg ik weer Azpilicueta, hè. Ik had zo'n Mane had ik echt goed kunnen gebruiken. Back to back. Oh mijn god, dit wordt Mane. Flikker op! Flikker op! Discard! Hoe kan dat? Yes! Hoe kan dit? Maar wat moet ik ermee? Ik heb hem 2 keer nu in tradable. Dit is zo'n harde karma. Ik heb het je gezegd. Ik pak hem nu 2 keer. En Walker! Hey! Ja! Wat een pekkelijk heb ik. Oh mijn god, gast, wat moet ik er nu mee doen? Gast, je moet beseffen, je hebt nu 2 manes in je club. Je hebt en zijn UCL, en zijn normale, en dan ook nog zijn andere normale op de transferlijst. Hoe is dit mogelijk? We hebben nog 2 packs. Nou, als we weer Mane pakken, dan word ik echt... Mane! Helemaal gek. Nee, Neymar. We pakken 2 keer Mane, jongens, untradable. Wat moeten we in vredesnaam... Walkout! En weer een walkout. Walkout! Dit is toch niet normaal meer? Mane! Ah, hummels. Dan is het kom, op, dan alle 4 walkout, alle 4 walkout. Kom op, alle 4. Ah, ook niet eens boorden. Ja, maar het is weer zo'n stinkblauwe.
Huh? De weekendelijke rewards moeten nog komen. We weten allemaal hoeveel die is geworden. 16e van de wereld. Dankjewel. Dat wisten we. Oh, kijk, 16e van de wereld, 200.000 munten. Die 10 minuten weekpack ga ik denk ik bewaren. Maar je haalt volgende week toch weer hetzelfde, dus dat maakt nou uit. En ja, dan hebben we volgende week 2 keer 11 in vorms. Laten we in ieder geval eerst maar de playpicks openen. We hebben er dus 5, hè. 25 keer hebben we de kans op Marcus Rashford. Werner, de paai. Kudos. Kudos. Nou, beginnen we met de eerste. Alsjeblieft, iets goeds. De eerste, Müller. Okay. Prima voor de Eikenes, precies. Nou, nog even een Rashfordje dan. Slaap. Oeh, maar Florenzi is ook wel goed, hè. Sowieso een tip voor jullie jongens. Pak altijd de hoogste rated als je meerdere opties hebt die je toch waarschijnlijk niet gebruiken. Want de icon is precies komen er natuurlijk aan. Kom op. Kudos! Kudos! Yes! Ik zeg net, we kiezen altijd voor de hoogste rated en nu gaan we voor de laagste rated. We gaan voor nummer 3. Nou. Maakt niet uit wat het is, nummer 3. Oh, nee, laten we dat toch maar niet doen. Laten we toch maar voor... Oh, ik ga eens proberen. Kijk even die player picks. We hebben gewoon eigenlijk geen slechte player pick. Qua rating is het top en we hebben kudos. Dus we mogen echt niet klagen. En we krijgen nu volgens mij ook nog 400 K-packs. En we beginnen nu met de eerste. Zo, hopelijk walk-out. Is de walkout. Ja. Er is een walkout. Blauw. Maar nee. Oh. Griezmann. Oh, Benzema. Oh, hey, dit is echt niet slecht. Oh. 89. Weet je wel niet hoeveel je nog achter kan zitten? Ik zeg Kante erachter. Oh. La koeken! Icon, Icon, Icon. Kom op jongens. Skip back, skip back. Ah, bord. Geen eens een walkout, wat doe jij? Nee, let maar op, dus ben jij er? Ben jij er? Ben jij er? Oh! Wat? Dat zou zo ziek zijn. Oh mijn god. Ben jij er? Die is toch maar gewoon 100k. Ja, die zou duurder zijn dan Benzema. Kom op. Walkout, ja. Wat zeg ik? Nee, dit is een gouden. Weet ik. Spanje, Ramos. CV. Ramos! Ja, Ramos! Nee! Ik verlies! Niet! Waarom zit die PK nog in de game? Oké, de laatste. Ik denk toch dat we de 11 in vorm gaan bewaren voor volgende week, jongens. Dus abonneer sowieso even op mijn kanaal om natuurlijk die pack te zien volgende week. Als er een goed team of the week komt, anders bewaren we gewoon weer een week. Dan hebben we dat gezegd. Vergeet niet te abonneren, te subscriben. Kom op! Maar jij geeft mij de slechte packs, dat is niet eerlijk. Ben jij er? Azpilicueta. Oh. We hebben dus een tradable Mane gepackt. Niet één, maar 2 keer. Echt te bizar. We hebben dus nu 3 keer in de club zitten. We hebben ook nog een tradable Walker. Die gaan we waarschijnlijk ook wel gebruiken, denk ik. Ja, denk het wel. Semedo, die gaat dan verkocht worden. Oké, jongens, we willen minimaal 800 likes zien. En dan gaat Jaime kaal. Vergeet niet eventjes te liken, jongens. 800 likes. Hij is net naar de kapper geweest. 800 likes. En dan mag je het weer eraf gaan halen. Dus vergeet niet eventjes te liken, jongens. Te abonneren. Zet het belletje aan. Abonneer op zijn kanaal. En sluit hem af. Ja. Wat is dit nou weer? Nou, jongens. Doei, doei. Rustig aan. Tot zo. Au. Oh.